De winterstop zit erop voor NEC. Vrijdag beginnen de Nijmegenaren aan de tweede seizoenshelft meteen thuis tegen Go Ahead. Na een week trainingskamp moest de selectie van NEC maandag meteen weer aan de training. NEC-trainer Pepijn Leinders vond één vrije dag op zondag meer dan genoeg. Ik denk als je gelooft in training, dan geloof je juist ook in herstel. En we hadden natuurlijk de zondag vrij. En we hebben natuurlijk, wat hartstikke belangrijk is, ook om rust te creëren in het hoofd en andere dingen te doen, et cetera. Maar om twee dagen vrij te hebben, dat ging me net iets te ver. Ook omdat die tweede hersteldag is belangrijk om het lichaam en de geest, of ja, het klinkt allemaal zo, maar de focus, om die te versnellen, om het herstel te versnellen. Door een aantal rustige dingen te doen, maar ook een aantal dingen heel snel te doen, maar voor korte perioden. En dat is wel geluk, denk ik. We hebben dus die training gebruikt om echt herstel te doen. En daardoor, dat gaf me ook de mogelijkheid om die drie dagen, dus dit is dan de derde dag, om alles wat aan bod zou moeten komen voor de wedstrijd, om dat ook aan bod te laten komen. Zonder te veel te doen, zonder met de juiste balans, omdat natuurlijk de concentratie hoog moet blijven. Ja. Leinders kijkt nu al uit naar de wedstrijd tegen de Deventernaren. Ja, het is een perfecte test voor ons. Dus we willen heel veel. Het gevoel is goed. Het is een hele positieve stemming. Ik denk dat er steeds meer duidelijkheid is. Nu gaat het erom tot we ons gretig maken op de juiste momenten. En tot we dat gevoel in de buik creëren op het moment dat de wedstrijd begint. Hè. Tijdens het trainingskamp is er al veel over gesproken. De speelstijl van Leinders heet counterpressing. Het lijkt een tamelijk uitputtende tactiek. Het is juist een hele offensieve tactiek. Je moet natuurlijk wel balans vinden tussen direct aanvallen en de bal met snelle korte passes te spelen, veel te voetballen, lekker te voetballen en dan. Maar ik denk dat als je weet waar je heen moet lopen, dat het veel minder energie kost dan dat je weet waar je tot eentje ergens heen loopt. Het ergste in het voetbalspel is als je moet lopen en niet weet waarheen. Als je als elftal weet waar je heen moet lopen en dat druk, dan geeft dat een bepaalde. Voor mij is dit de basis voor aanvallend voetbal. Dus dat is iets wat de spelersgroep goed opgepakt. Ja, wat ze ook kunnen. Dus dat is ook niet iets wat ze al op een vrij hoog niveau, eerlijk gezegd, na twee weken toepassen. Ja. Niet iedereen zit bij de selectie vrijdag. Nou, we hebben de condities goed. Ze zijn fit. Ik denk dat ze vooral qua concentratie en qua voorbereiding allemaal dichtbij zijn. Dat het gevoel steeds dichter bij de wedstrijd komt. We hebben natuurlijk Mohamed die anderhalve week weg is, heeft hamstring blessure gehad, is op het veld, is met de fysio's en met degene die verantwoordelijk is voor de herstel aan het werk, goed aan het werk, is dichtbij, maar nog niet klaar voor deze drie wedstrijden. Dan heb je Arnoud, die nog steeds met zijn rug zit, dus dat duurt iets langer. Het enige wat helpt daarbij is een goede rust en een lange rustperiode. Het gaat heel goed. We proberen de juiste voorwaarden voor hem te scheppen, zodat hij zich echt kan focussen op het herstel. Want je kunt natuurlijk niets doen. Dus hij wisselt af om hier te zijn in Antwerpen. Dus ja, dat is ook wel een jongen die hopelijk goed herstelt en dan er weer bij komt. Vrijdagavond om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen Go Ahead Eagles.